Met zo'n topwedstrijd als deze heb je verschillende toppers aan beide zijden van de streep. Klein beetje vuurwerk erbij. En hier is de spelers van PSV gevolgd. Onder aanvoering van aanvoerder Jens Toornstra, de spelers van Feyenoord. De opstelling dus van PSV met deze in plaats van Wenen, die is geblesseerd. PSV met een 100% score deze wedstrijd in. 12 uit 4, 14 goals gemaakt, 3 goals tegen. Mooie cijfers voor Roger Smit. Voor PSV al de 13e wedstrijd van dit seizoen. 7 keer Europees, een wedstrijd voor de Johan Cruijffschaal. Dit is de 5e wedstrijd in de Eredivisie. Feyenoord met deze opstelling. Hier achterin is niet zo heel veel mis. En spelen ze inderdaad 4-4-2, dat zou goed kunnen. Want er staan 4 middenvelders op papier. En 2 echte aanvallers, Sinisterra en Jahan Baks. Clubtopscorer Brian Linssen begint op de bank. Omdat Arne Slot zegt, ja, ik wil eigenlijk de ruimtes achter de centrale verdedigers van PSV zoeken. En een mannetje extra op het middenveld creëren. En dat gaat dan ten koste van Brian Linssen. Trouwner, oh. Bal botst wat tussen hem en Obispo. Ramaljo. Max, Gakpo. Gakpo langs Petersen, de snelheid is er, maar heeft hij ook nog... Nee, zegt Martelly. Van een overtreding daar geen sprake. De snelheid is er bij Gakpo en Petersen probeert daar nog voor te komen. Ja, er is... Gakpo kruist voor langs. Dat was ook wel een handje in de rug, maar verder niks aan de hand. Prupper. Gutsen. Haalde niet dat buitenspel. Vlag blijft omlaag. Dan is dit het volgende schot van Boskakli. Ja, weet van afstand het beste bal goed te raken. Deze kwam vrij hoog, zeg. Sahavi, Bruma rechterkant. Zit er langs bij Senesi, geeft hem aan Sahavi. Bruma terug, terug naar Sahavi was de bedoeling, maar daar stak Malasia een stokje voor. Max, sterke fase PSV, dat leidt toe tot een kans voor Gakpo. Nee, dan komt daar niet langs Ursnes. Corner van Kuktu. Weggekopt Ramaljo, opgevangen Toornstra. Sahavi, ja toch Toornstra en dan is dit Ursnes. En dan is dit heel sterk verdedigd door Ramaljo. Gakpo. Goed zijn lichaam gebruikt. Daardoor kwam Kuktu niet bij de bal. Sahavi buitenspel, dus dat gaat niet. Dan de 1-2 maar uitgevoerd met Gutsen. Gakpo vallend opstaand en... Net naast. Prima aanvalsopzet. Tussen Gakpo en Gutsen. Sahavi ging wel, maar stond buitenspel. En dan maar zo. Goed overstapje Bruma. Dan weer terug. Ja, dat was de bedoeling ook wel. Richting Sahavi. Nu kan Feyenoord eruit. Met links Sinisterra. En die bal blijft dan uit. Die had veel eerder gekund. Malasia. Sinisterra. Wat hard. Te hard. Slordig uitgespeeld Feyenoord.
Gutsen. Gakpo. Schot van Gakpo. En dat zijn het. Broema nog een keer nu tegenover Sinisterra. Er zit geen tempo in die bal, dus moet Feyenoord alsnog ruimen. Til. Goed werk, Prupper. Mogelijkheid voor Gakpo. Voor Gutsen, voor Max. En Pedersen duikt daarvoor. Maar bij tijd en wijle versnelt PSV dusdanig dat ze Feyenoord in de problemen brengen. Ramaljo. Slecht aanname, het bal stuiterde op en toen kwam hij op zijn scheenbeen. En nu maakt hij de overtreding en krijgt hij de gele kaart van Danny Makkely. En dan die gele kaart. Begon met deze aanname. Hij stuiterde op zijn scheenbeen. En dan moet hij de achtervolging in bij Sinisterra. Obispo. Opening met rechts. Zodat aan de harde kant maar kan worden binnengehouden door deze. Broema. Krijgt terug van Boskaki. Gutsen. Bal afgesnoept door Toornstra. Overtreding Gutsen. En dat levert ook hem een gele kaart op. Tweede kaart in deze wedstrijd is een tweede PSV'er die hem ziet. Nee, eerder André Ramaljo. Nu Mario Gutsen. Waar PSV veel initiatief heeft. En waar Feyenoord loert op dit soort uitbraken. Pedersen komt er langs. Als we toch in de extra tijd zitten. En de bal voorkomt richting Toornstra. Toornstra die maakt het af. Een schitterende goal. En daarmee Feyenoord op 1-0. Waar er geen extra tijd was, is er toch in 45 plus een aantal seconden de treffer. Omdat de aanval nog even mocht. Via Pedersen. Vraag is bij hem vaak. Geeft hij nog eens een keer een fatsoenlijke bal voor? Nou, het antwoord op die vraag is in dit geval toch zeker volmondig ja. PSV heeft een drievoudige wissel in petto. Dit is Doan, Ryan Thomas en Jorbi Vertesse gaan komen. Doan. Thomas. Ruimte hier. Deze in het midden, Vertesse. Ook Gakpo komt erbij. Broema aan de andere kant met z'n vieren. En Bijlo onderschept. Daar waren ze er ineens met vier man uit. Dat was dreigend. Corner PSV. 56e minuut weggewerkt daar door Til. Doan. Terug naar Thomas, de man van de hoekschop. Daar Gakpo vrij, maar geen volledig contact met de bal. Gakpo eraf. En luister naar het publiek. Niemand begrijpt het hier in Eindhoven. Ja, op Roker Smit na. Maar verder begrijpt helemaal niemand dit. De hoekschop daar en dit is de eerste mogelijkheid meteen na die wissel. Ramaljo naar de bal toe. Ga je wisselen of niet, wil Makkely weten, want ja, het duurt even natuurlijk. Het bord moet nog komen, dan moet dan ook nog ingetikt worden. Wie erin komt, die had dus 11, wie gaat er dan uit? Dat is 26. Dat is Guus Til. Komt niet heel veel meer in het spel voor, Guus Til.
Zal niet tevreden zijn, ook niet met zijn eigen manier van spelen. Zit in de laatste 20 minuten van deze wedstrijd. Nog steeds 0-1 door die goal van Jens Toornstra. In de extra tijd van die eerste helft die er eigenlijk helemaal niet zou zijn. Een goede bal van Pedersen. Waanzinnig afgemaakt door Toornstra. Linssen door naar Sinisterra. Ramaljo niet. Dan terug Linssen. Het is de 2-0 voor Feyenoord. De man die net in de ploeg is gekomen. En Linssen met de 0-2. Hier aangespeeld. Tikt hem door. En dan krijgt hij hem hier weer terug. Trauner. Toornstra. Door op Linssen. Wordt het dan ook nog 0-3. Oef. Een ferme uithaal van Brian Linssen. Met risico genomen. Vol uitgehaald. Boskakli. Hörsnes heeft de bal. Linssen. Lanceert zichzelf. Kijkt ook wat er mee is. Dessers in het midden. Aan de andere kant. Dat is ook de bedoeling. Sinisterra. Afvallende bal is voor Toornstra. Dessers terug. Toornstra. En 3-0. De zege is voor Feyenoord. Met de tweede goal van Toornstra in dit duel. En PSV dat dit seizoen begon met 12-4. Wordt hier afgedroogd in eigen huis. Hoewel het veel meer balbezit heeft. Viert het zagrijnhoogtij in Eindhoven. Assist Dessers. En de 0-3 op naam van Jens Toornstra. Die dus twee goals maakt deze wedstrijd. Dessers tikt aan richting Sinisterra. Probeert binnen door te komen bij Obispo. Terugleggen. Dessers, het is 0-4. Het is 0-4. Ja, dan weet je wat er gaat gebeuren, Dessers. Als je die hoek in gaat. Ho. Hou je in. Niet heel verstandig. Zeker. Maar goed, Dessers. Net Feyenoorder. Eerste minuten gemaakt tegen Maccabi Haifa in deze wedstrijd. Al een assist op de naam voor de 0-3. En dan zelf de maker van 0-4. Nu samen met Sinisterra. Het zijn wel knalharde cijfers hoor. 0-4. Het is wel een dreun hier uitgedeeld door Feyenoord. Deze. Komt er nog eentje bij. Dat zou zomaar kunnen. Dessers, Sinisterra, Dessers. Ja, hij is een spits. Zou natuurlijk Sinisterra kunnen bedanken voor de assist van zojuist. Maar besluit dan toch zelf het succes van de 0-5 op te zoeken. De wedstrijd is voorbij in deze topper. De eerste traditionele topper van het seizoen. Hier in Eindhoven tussen PSV en Feyenoord, snoeiharde cijfers, 4-0.